In speelronde 10 is het tijd voor PSV Ajax. We beginnen natuurlijk met de quizvraag. En daarvoor gaan we 10 jaar terug in de tijd. Eriksen, blind. Eriksen, geweldig vrijgespeeld omdat de twee PSV'ers dezelfde route nemen. En daarbij wel elkaar tegenkomen, maar geen Ajax ziet misschien. En de goal in de korte hoek. PSV maakt vervolgens weer gelijk, maar Eriksen geeft een kwartier voor tijd. De assist op een invaller die vervolgens de wedstrijd beslist. Maar wie is die invaller? Is dat antwoord A, Ryan Babel? Is dat B, Derk Boerichter? Is dat C, Miralem Soleimani? Of is dat D, Danny Hoese? Straks het antwoord. De laatste Eredivisie-ontmoeting in Eindhoven vond in april dit jaar plaats. En toen had Ajax weinig in te brengen tegen PSV. Nu er wel een keer buitenom en de voorzitter is goed en het doelpunt daar! Simons versus Roelie. En het is 2-0 voor PSV. Simons is er langs, krijgt hem voor en dan is het 3-0. PSV Ajax is in Eredivisieverband 67 keer gespeeld. Ajax won 17 keer, het werd ook 17 keer gelijk. En de Eindhovenaren wonnen 33 keer. Met 16 jaar en 130 dagen kroonde Rijn Gravenberg zich in 2018 tijdens PSV Ajax tot de jongste eredivisiedebutant ooit voor Ajax. En daarmee stootte hij Clennis Seedorf van de troon. Op 18 maart 2007, de verjaardag van Ajax, boekten we de grootste uitoverwinning op PSV van deze eeuw. Het werd 5-1. Ruud Gils en Henk Groot zijn met 5 doelpunten de meest productieve spelers namens Ajax in Eindhoven. Van de laatste 4 eredivisiewedstrijden in Eindhoven wist Ajax alleen in de laatste editie geen doelpunt te maken. Een belangrijke speler in de historie tussen PSV Ajax is Edgar Davids. In het seizoen 1994-1995 is de middenvelder hard op weg naar de internationale top. In de uitwedstrijd tegen PSV onderscheidt hij zich als een van de aanjagers in de ruime overwinning van Ajax. Van Wouters de bal tot bij Ronald de Boer. Daar is Vinnie Di George en daar is Davids en daar is 0-2. 14e minuut. Bijna 13 jaar lang wacht Ajax op de volgende overwinning in Eindhoven. En dat is toevalligerwijs precies de periode dat Davids in het buitenland speelt. Na Barcelona, Tottenham en vooral Juventus keert hij in 2007 terug bij Ajax. En 2 maanden later wint Ajax voor het eerst weer in Eindhoven met Davids als belangrijke pion. Corner van Sneijder, te laag. Af van de bal en dan de knal. Oh, wat een geweldige poeier van Edgar Davids. En dan komt die bal terug van de lat en wordt Gomez geveld. De Mul is weg bij Salcido. De Mul. Huntelaar laat het aan Perez. Perez. En het wordt ook nog 1-5. In de 67 voorgaande edities van PSV Ajax maakte Ajax 91 doelpunten. Wij hebben natuurlijk weer een top 3 gemaakt. En voor de eerste uit dat rijtje blijven we nog even waar we gebleven waren. Namelijk bij de ruime overwinning in 2007. Babel. Terug naar Sneijder. Lijkt de optie, maar die bal is te kort. Colina die levert zomaar in bij Sneijder. Sneijder, het schot en de goal. Colina, die wil het even makkelijk doen, een balletje buiten langs bij Sneijder. Daar slaagt hij niet in en de knal is verwoestend van Wesley Sneijder. Nu is Van Vossen, alleen Vinnie George is mee voorin, dus gaat Van Vossen er zelf op uit. En dat doet hij schitterend, Peter Van Vossen. Ja, dat is wat hij nodig had. Langs Promayon en dan... subtiel in de verste hoek gekruld langs Menzo. Bergkamp maakt zich los. Bergkamp met een pas. Bergkamp, het is raak, het is 1-0 voor Ajax. En dan maakt Bergkamp weer op deze manier zijn treffer. En is het 1-0 voor Ajax. Na zo'n 24 minuten voetbal. Elke aflevering maak jij kans op een Ajax-shirt door een specifiek aspect van de wedstrijd te voorspellen. En zo ook deze week. Hoe vaak schiet Ajax op doel tegen PSV? Ik denk 5 keer. Plaats jouw voorspelling in de comments hieronder, zet je Instagram-naam erbij en wie weet win jij het Ajax-shirt. Tot slot natuurlijk het antwoord op de quizvraag. In 2013 beslist een invaller amper 2 minuten na zijn invalbeurt de wedstrijd. Wie was het? Paulsen maakt plaats. En completeert Boerichter op deze manier de aanval. Van Bommel.
Tilt die bal er maar eens in. Eriksen. Boerichter, oh, die is denk ik sneller dan Pieters. Alleen Pieters die aan de verkeerde kant dekt. En Boerichter die amper 2 minuten op het veld staat, brengt Ajax voor de 3e keer op een voorsprong. Zondagmiddag om 2:30 is het in Eindhoven tijd voor PSV Ajax.